maak je een oorworm. Dat ga ik laten zien. Wat je ervoor nodig hebt zijn 3 knijpers, 3 paperclips, touw, een ijzerdraad, een stukje schoon plastic afval, groente- en fruitnetje, een tangetje en een schaar en een knoop of een lipje van een blikje. Om te beginnen pak je de 3 knijpers. De 3 knijpers maak je eerst aan elkaar vast. Dat doe je door ze aan elkaar te knijpen. Ik heb een rode gebruikt voor de voorkant, maar het maakt natuurlijk niet uit wat voor knijpers je hebt. Om te zorgen dat de knijpers niet losschieten, maken die voor de zekerheid even vast met wat ijzerdraad. Naar het oogje van de volgende knijper toe. Daar doe ik hem van weerskanten door het oogje. Maak deze alvast even vast. Door het ijzerdraad gewoon aan elkaar vast te draaien. En zo maken we ook die 2 aan elkaar vast. Best strak aantrekken, zodat ze echt bij elkaar gehouden worden. Dan maken we nu het lijfje van de oorworm. Daarvoor gebruik ik een netje waar groente of fruit in heeft gezeten. Het begint aan de bovenkant. Wikkelt het netje om de knijpers heen naar de onderkant. Ik heb dat vastgemaakt door ook weer met een klein ijzerdraadje het vast te wikkelen aan de knijpers. Het ijzerdraadje kun je door het netje heen halen. En weer aan elkaar vastmaken. En dat doe je dan dus ook met de onderkant. Een oorworm heeft ook vleugeltjes. Dus daarom maken we op deze oorworm ook een setje vleugels. Daarvoor heb ik een stukje plastic verpakking. En daar knip ik 2 vleugels uit. Deze 2 vleugels maken we aan de oorworm vast met een touwtje. Daardoor blijft gelijk de rest nog wat beter bij elkaar zitten. Je houdt de vleugels vast waar je ze ongeveer hebben wilt. Vast met een touwtje. Je moet er best lekker vaak omheen. Als de vleugels dan vastzitten, gaan we aan de slag met de pootjes. Een oorworm heeft 6 pootjes. Daar heb ik 3 paperclips voor gebruikt. De paperclips buig je helemaal open. Gebogen zijn. Als je dan 3 pootjes hebt, dan ga je vastmaken aan de onderkant. De paperclips. Metaal kun je zo door het netje heen trekken. Naar de andere kant toe. En dan zit het eerste setje pootjes eraan vast. De andere 2 aan de rest van het lijfje. Dan heeft je oorworm 6 pootjes. En als laatste
maken we dan een kopje erop met nog twee spietjes eraan. Daarvoor heb ik een knoop gebruikt. Als je dat bijvoorbeeld niet hebt, zou je ook een lipje van een blikje kunnen gebruiken. En als kopje eraan kunnen maken. Ik ga laten zien hoe je het knoopje dan vastmaakt. Daarvoor heb je weer een stukje ijzerdraad nodig. De knoop maken we vast boven het oogje van de knijper. En dan draai je het draadje stevig vast. En de uiteinden hoef je niet af te knippen. En dan is je oorworm klaar.